Ja. Vieze textuur ook. Ja. In Komkommers en Kwallen ga ik elke week op zoek naar iets niets alledaags, iets raar om te eten. Wat het is, hoe dat gemaakt wordt, wat we ervan bij kunnen leren, maar vooral hoe dat het gesmaakt wordt. En deze week doe ik dat met Nikki. Nikki, jij bent showverantwoordelijke bij ons, dat klopt? Ja, klopt. Toen is je show. Merci om hier te zijn. Ik zal geen ambetante vragen meer stellen. Behalve, eet jij graag? Heel graag. Heel graag? Ja. Alles? Bijna alles. Wat mag ik u niet voorschotelen? Rauwe tomaat. Rauwe tomaat? Ja, ik vind dat absoluut vies. Ik heb geen rauwe tomaat meegenomen voor u. Ik heb wel iets anders meegenomen voor u. Zit hieronder. Gaan we er gewoon direct onder liggen? Let's go. Tjaka! Eerste indruk? Groen poeder, twee verschillende. En het ziet er ook niet zo eetbaar uit op dit moment. Het is ook totaal niet in een natuurlijke vorm. Het is een gedroogde vorm van wat het eigenlijk is. Ja. Gewoon eens proeven. Let's go. Ja? En ga je even donkergroen of lichtgroen? Lichtgroen. Ja! Ja! Een vieze textuur ook. Ja. Vis? Mm-hmm. Hoe? Ik denk dat mijn tanden groen zijn. Ik krijg dat ook niet weg. Is het weg? Het smaakt naar vis, het is groen, het is gedroogd. Een zeemier? Heel nipt. We eten vandaag, Nikki, microalgen. Ik heb spirulina mee, dat is de iets donkerdere, en ik heb chlorella mee. Nu, zoals wij het net gegeten hebben, was het niet super aangenaam. Nee. Dus we hebben iets klaarstaan. Goed, hè? Schoon. Voilà. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb er een smoothie mee gemaakt. Dus gewoon eigenlijk fruit, heel klein beetje melk ook bij gedaan. En dan microalgenpoeder. De poeder vond je niet super lekker, Nikki? Niet super aangenaam. Nee, nee. Oké. Okay. Ik hoop echt heel erg dat in deze gaat meevallen, want het zou keigoed zijn als we het lekker vinden. Ja, onze altijd groeiende wereldbevolking die heeft ook altijd meer en meer nood aan eiwitten. Meestal halen we die uit vlees en dergelijke. Maar dus, onze algjes zitten ook chockvol met eiwit. Dit heb ik bijvoorbeeld gemaakt met spirulina. En als die gedroogd is, kan die tot 63% eiwitten bevatten. Massas. Meer dan vlees zelfs toch. Dus we gaan eens proeven van mijn smoothietje, zou ik zeggen. Ja. Santé. Veel minder vissmaak. Ik vind het een hele mooie kleur. Het is cool, hè? Heel mooi, ja. Een hele hoop fruit, lekker gezond, een beetje melk en dan wat van dat poeder om het een boost te geven. Niet alleen met eiwitten, zoals ik al zei, maar bijvoorbeeld ook massa's ijzer. Er zit meer ijzer in dat algepoeder dan in spinazie, bijvoorbeeld. We hebben er nog iets anders mee gemaakt, Nikki? Amai. Amai. Ja, normaal, als je groen brood ziet, is dat geen goed idee om dat beginnen op te eten. Hè? Vind je dat er wat bedorven uitziet? Ja, ja, precies alsof dat het zo een jaar op de parking heeft gelegen. Ja, effectief. Hè? Ja. Mag je proeven? Ja, graag. Met boter, zonder boter? Ja, met boter, hè. Santé. Nee, heel uitgesproken. En toch een beetje die alg. Toch een beetje vissmaak. Oei, korst. Ja, ik vind het goed brood. Ik vind het echt goed brood. Ja. Keigoed, want je krijgt momenteel ook omega-3 binnen. En dat is cool. Normaal halen wij onze omega-3 van visjes. Dan gaan we vis eten om omega-3 binnen te krijgen. Maar dat is een stomme omweg. Want vissen krijg je zelf binnen door algen te eten. Dus laten we de vissen skippen, een beetje de overbevissing tegengaan en de omega-3 uit groen brood halen. Allee, algen. Tijd voor de peper. Kunnen we daar roesting in? Ja. Kunnen we daar tegen? Nee. Dan stel ik voor dat we de munt erbij nemen. Hier is hij. Nikki, jij mag zo meteen kwal of komkommer roepen. Als het juist is, dan met kieken meten. Fout gokt, dan is hem voor u. Oké. Okay. Yes? Kwal. Ook warm. Oké, okay, Nikki. Hier is de zak vol pepers. Gekozen. Je zak niet pakken. Jawel. Het is een rode habanero. Tussen de 100 en de 350.000 op de Scoville-schaal. Behoorlijk pittig. Oké. Okay. Jij ziet dat zitten? Ik ga afzien waarschijnlijk, maar voor Technopolis alles. Wat zegt de smaak? Pittig. Graag het nog? Ja. Oké. Okay. Nu? Ja? Ja? dat helpt.
helpt. Ja. Nikki, zal ik afsluiten? Dan ja, graag. In alle rust afzien. Super erg merci om mee te doen aan u. En heel erg bedankt om te kijken. En tot de volgende keer. Gelukkig. Ik zei het net al, eiwitten zitten erin. Maar er zit bijvoorbeeld ook keiveel spinazie in. Of zie ik.